Tutels by Hub Brussels presenteert. De projectoproepen Local and Together. De projectoproep Local voor de ondersteuning van de handelaarsverenigingen. De beoogde projecten moeten bijdragen aan de structurering en de commerciële ontwikkeling van de wijk, aan een meer duurzame consumptie of aan de versterking van de band tussen de handelszaken en de gebruikers van de wijk. Voor de projectoproep Local kan je een project indienen voor een maximaal bedrag van 5000 euro. De projecten moeten gerealiseerd worden binnen de twaalf maanden die volgen op de toezegging van de subsidie. Het kan gaan over klantbinding in de vorm van duurzame cadeaubonnen die in verschillende handelszaken worden verstrekt, maar ook over collectieve animaties en acties om de samenhorigheid van de wijk te versterken, het afval te verminderen door duurzame oplossingen aan de klanten aan te bieden. De communicatie te verbeteren om meer klanten aan te trekken, een lokale munt te creëren, een groepsaankoop van materiaal of een gedeelde opslagruimte te realiseren, leegstaande ruimte te gebruiken, een kunstparcours te promoten om zichtbaarheid te geven aan de handelszaken van de wijk en nog veel meer. Together voor de ondersteuning van innovatieprojecten voor collaboratieve en circulaire handelswijken. De beoogde projecten moeten collectieve oplossingen aanreiken die beantwoorden aan een gemeenschappelijke problematiek van de Brusselse handelsverenigingen. Voor de projectoproep Together kan je een project indienen voor een maximaal bedrag van 40.000 euro. De projecten moeten gerealiseerd worden binnen de 18 maanden die volgen op de toezegging van de subsidie. Over welke types van projecten kan dat gaan? Afvalpreventie en beheer, zoals Zero-Afval. De recuperatie van onverkochte goederen of de valorisatie van afval. Logistiek, zoals bijvoorbeeld het optimaliseren van het vervoer, de opslag van goederen of het promoten van de zachte mobiliteit. Duurzame voeding. Lokale producten, seizoensgebonden biologische producten, de aanleg van stadsmoestuinen, het good food label, de heropleving van de leegstaande handelspanden. Installatie van een fietsparking, pick-up systeem. De oprichting van een actiegroep om na te denken over de identiteit van de wijk. De implementatie van een marketplace. Elk goed idee is welkom. Bent u op zoek naar extra informatie? Download onze toolbox.